Hey, doe mijn naam is Niels en welkom terug bij Minecraft Skywars. De vorige keer, hebben we het heel goed gedaan en zo. En hebben we dingen gewonnen. Die is blijkbaar vol nu. That's not a beach. Let's go to the beach. Geen Nicki Minaj nummers hier. Blijf allemaal maar zeggen met Niels by the Swordsman. Nee. Nog steeds, daar heb ik dus niet de cash punten voor. Dus dat kan helemaal niet. En dat zeg ik nu ook aan het begin van elke aflevering. Ik vind het leuk. Maar het is echt een strand. Ik voel me zo... Ja, voelt leuk hier. Echt rustgevend en zo. Totdat mensen je komen vermoorden, dan is dat rustgevende gevoel meestal weg. Naar mijn ervaring, persoonlijk. Oké, we gaan het proberen. Nee. Laatst worden. Ik zag die kist daarboven. Wat is het spel aan het doen? Is dat mijn computer die gewoon gek doet? Laten we dat voor nu maar even vermijden. Hoeveel boots heeft een man nodig? Want ik kan je vertellen, spoiler, het is dus niet zoveel. Eentje is genoeg, maar whatever. Whatever. Gaan we even hier beneden komen kijken. Hallo. Dat zijn ook wel veel pants. En die heb ik ook al. The Tanks Do Game. Dat is great stuff right there. Die. Oh, dat zijn betere schoenen. Dan wil ik die. En die mag daarin. En die gaat aan. There we go. See, ik begin hier al super snel te worden natuurlijk nu. Wegen al mijn pro-gamer skills. Die zijn natuurlijk door tak vernoemd. Hoeveel is er hier? Wel, dat was één. Pik, één diamond. Zo, maar niet echt heel nuttig. Op zich. Waar is iedereen? En wat is mijn framerate aan het doen? Is die apart aan het doen? Dat is een beetje aan de lage kant. Ik weet niet wat daarmee aan de hand is. Maar whatever. Het komt vast wel goed. Ja, ga hoger. Ga hoger. Oh, nee. Zichzelf afbakenen. Als ik nu heel sneaky zijn kant op ga bouwen, zou hij me doorhebben? Waarschijnlijk wel, maar we gaan het lekker proberen. Kijken wat er gebeurt. Oké, ja, iemand anders had me door. Char, har, fili, piratenmap nou, wat ook best wel als... Ik weet niet wat de timer om aan het doen is naar beneden, maar whatever. Het ziet er wel geinig uit. Dus die vorige set was misschien niet heel handig, maybe. Maar whatever. Ik ben nog steeds MLG gamer hoor, geen zorgen jongens. Fuck, ik ben vergeten een kit te selecteren, dus dat is hartstikke mooi natuurlijk. Ik ben heel bang dat iemand me van de andere kant van de edge gaat flikkeren, maar het is nog niet gebeurd. Ik zat ook aan te denken om met die gas daar te doen, maar dat kon blijkbaar niet. Had ik dat niet al... Ja, maar dat is volgens mij beter. Denk ik. Ik heb wel veel golden apples. En veel fishing rods, ik weet niet wat ik daarmee moet. Oh, dat is een crafting bench. Hallo, crafting bench. En die gast zal deze kant op komen. Ik heb alleen een houten fucking zwaard. Ah, fuck, hij viel op zijn schip. Oké, hij is hier. Ik kan niks doen met een houten zwaard. En ik kan hem ook niet eens raken, blijkbaar. Oh my god, dat is hier aan de hand. Oké. Wel, dat was echt ongeluk dat ik de shitzooi krijg en hij de betere. Oké, misschien dat we het hierbij zouden doen dan. Dat laatste was heel jammer, maar whatever. Het komt hopelijk goed nu. Ik heb dit keer wel een kit geselecteerd, dus dat is alweer een stap in de goede richting. Het is altijd handig om extra spulletjes te hebben. Want ik heb meestal niet het beste geluk, zeg maar. Is dat daar nou nog een kist? Dat is daar nou nog een kist. Kijk. Dan zeg je dat soort dingen en dan gaat het spel je gewoon even compleet ongelijk bewijzen. Dat vind ik nou mooi. Dat soort dingen moet ik vaker zeggen, want het loopt blijkbaar goed af voor me. Dat vind ik mooi. Dat vind ik helemaal mooi. Helemaal mooi. Oh, dat waren ook al wel meteen al de kisten, maar dat is oké. Want we hebben wel wat good shit, joh. Iemand die ik al meteen naar beneden kan mikken, of... de eigenaar van dat eiland is daar. Hallo. Hallo? Oeh, wat is er? Oh, en hij valt zelf. Oh nee. Hey, bye. Oh, en dat waren al mijn pijlen. Onmiddellijk. Nice. Wat een sneaky ninja, yo. Echt slimme gast. Nou, man, fuck off. I ain't having your shit over here. Ja, en dan? Alsof ik je dan vanaf hier niet kan raken meer. Er komt iemand daaraan. En die heeft hij niet door, die gaat zo dood.
Yep, bye. Thanks, Mr. Guy. You nice. And now you die. Bye. Bye. He did. I kill him. And now you die as well. Oh, nee. Oh, I missed it. Oh, dat is niet goed. Laten we deze even hiernaast gooien meteen. Oké, dag. Right, dat was verrassend makkelijk. Die liep compleet de verkeerde kant op. Kinda dumb. Maar, hell, zolang wij het overleven vind ik het allemaal mooi. Daar is iemand. Daar beneden beweegt iemand. Maar gaan we gewoon mooi deze kant op. Even kijken wat hier aan de hand is. En op. Zie jongens, ik doe het alweer beter. Ik vond het alleen wel jammer dat die ene gast naar beneden viel. Ik was toch altijd minder als dat gebeurt. Ik hoef niet nog een diamond sword. Pantalon is daarentegen, dat is altijd mooi. Wat extra van die. Blijkbaar toch nog dus wel nuttig om even die kisten na te kijken van andere mensen. Kijk wat zij hebben achtergelaten. Oké, ze zijn daar twee aan het... Oh, Jesus, ik zag niet dat er een blokje miste. Dat ging bijna fout. deze gast heeft ook het meeste meegenomen. Ja, dat was bijna een heel ongemakkelijk einde geweest. Ik sprong dit keer maar gewoon. Ook al was het er nu allemaal wel... Al die snowballs die mensen laten liggen. Dat vind ik allemaal hartstikke leuk, die snowballs. Daar kan je nog serieus schade mee doen. Ik bedoel, schade. Niet schade, maar je kan ze gewoon allemaal mooi eilanden afgooien. Dat is best wel heel handig. Moet je niet onderschatten. Waar is zijn tweede kist? Iedereen heeft een tweede kist. Heb je geen tweede kist? Je hebt een tweede kist, toch? Oh, wacht. Staat hier beneden ook nog een kist? Hier beneden zit ook nog een kist. Hey. Allemaal enchantment spullen, wat ik niet wil. Ik wil wel weten waar de rest is. Daar staat iemand. Daar rent er eentje. Oké, dat zijn ze allebei al. Right, daar kan ik zo bij. Als hier een ladder omhoog was, in ieder geval. There we go. Ja, ik ben er vrij duidelijk. Oké, daar is hij. Die andere gast is daar zo. Eentje. Dan gaan wij rustig die kant op. En dan gaan wij eens kijken wat er gaat gebeuren. En hij komt deze kant op. Volgens mij heb ik heb betere armor dan hem. En dit keer zie ik het gat wel. En daar ga ik even mooi overheen springen. In plaats van onmiddellijk dood te gaan. Kom op, kom op. Ga maar een kutplek lopen. Doe het, doe het, doe het. Je weet dat je het wil. Oh, hij weet ook dat hij het ook kan. Dodge. Fuck. Oh, dat was dom. Waarom sprong ik voor de pijl? Oh, nee. Alright jongens, dit keer moet het goed komen. Ik voel het, ik moet gewoon niet voor pijlen gaan. Ik dacht, dan pak ik die, maar blijkbaar was hij slim genoeg om er nog een pijl achteraan te schieten. Want ik dacht, als ik die dan heb, dan kan ik gewoon, dan ben ik sterk. Oeh, fire aspect. En eentje met sharp. En zoveel golden apples. Sure. I'll take it all. Dat is een notch apple, volgens mij heette dat. En daar is een tweede kist. Per aspect 2. Ja. Ik heb nou alleen geen boog, volgens mij. Dat is toch minder. Had ik wel al mijn armor aan gedaan? Volgens mij niet namelijk. Ik heb geen boog, wel pijlen. Top. dat is dan weer jammer. Maar, je moet het maar doen met wat je hebt. Oh, ik heb helemaal niks om te gooien. Wel lava, dat is altijd leuk. Ik denk dat iedereen wel sterke shit heeft alleen. Maar als ik deze gast nou eventjes super snel kan besluipen. Dat ik gewoon op zijn eiland verstop. Wacht totdat hij naar boven komt. En hem dan neerpounce. What the fuck werd ik nou geraakt? Okay, sure. Oh my god, ik schrok me wat. Ik heb nog steeds geen idee waarmee ik net geraakt werd. Maar whatever. Het was wel creepy as fuck. Maar you know. I guess we'll have to deal with it. Is dat hier boven een kist? Probably niet, nee. Up, down, down, down we go. Even al de spulletjes verzamelen. Die. Nog een kist.
Ah, kijk. Nou hebben we gewoon een boog. Het vlees en die. Top, nu hebben we spullen. En ik wil die even daar, die daar. Ik heb geen zwaard. Oh, fuck. Not this shit again. Dit is al eerder gebeurd en het is niet grappig. Nou, toen heb ik wel gewonnen toen die keer toen ik geen zwaard had. Ja, ik zie jou daar. Als je nu heel eventjes gewoon op een onhandige plek daar kunt staan. Ik zit te wachten. Dat hij op een onhandige plek staat. Oké. Okay. Ik moet helemaal random. Oh, bye. Wie is daar? Oh, daar is daar iemand. Is daar een gast eieren deze kant op aan het gooien? En nu die kant op. Right, totally. Oh. Naar beneden. Gast. Gast, ga vallen. Oké, ik verspil mijn pijlen. Want hij gaat niet vallen, blijkbaar. En dan gaan we even omhoog. Dan kunnen we makkelijker raken. Als hij nog iets probeert. Dan is hij naar beneden gaan. Die gast daar. Oh, hij zit een heel gauw een stap weg. No betray. Ja, dat is goed, man. Dat is goed. Ik denk dat hij dus heel hard gebetrayed gaat worden, die gast. Kan ik je nu vrijwel garanderen. Ik zeg, ga omhoog, alsjeblieft. Die gasten daar. Ja? Ja, wat ga je doen? Wat ben je van plan? En dat is de fout set. Oh, hij is dood. Oh. Easy. Oh, dat zou ik net niet doen. Dag. En jij bent... Oh, fuck, hij leeft nog. Minder. Oh. Ik dacht, dan maak ik ze allebei. Dan maak ik die laatste gast ook even af. Maar dat werkte blijkbaar niet zo. Jou daarentegen? Oh, nee, toch niet. Oh, die is dood. En nu is het jouw beurt. Oh, nee, toch niet. Come on. Er zijn zo'n spullen daar aan het op. Oh ja, die ga ik never nooit raken. Die gast daar eventjes mijn kant op, dank u. Ah, shit, ik heb geen pijlen meer. Oh, man. Dat is leuk zolang het duurde. Ik ga wel nu deze kant op. Heeft hij een boog? Nu zijn we in ieder geval een stukje veiliger. Oké, ik weet eigenlijk niet waarom ik dat doe, want als hij nu gaat schieten, dan gaat het me niet helpen, maar you know. Niet een boog te hebben in ieder geval. Dus we gaan hopelijk hier meer spullen vinden daarvoor. Oh, kijk, zoals dit soort dingen. Dat helpt. En toen hadden we weer pijlen. Oh, een kromneppel. Kromneppels zijn ook altijd mooi. Ik hou ervan om met boog te schieten, want je kan zo makkelijk mensen van een map afschieten in dit spel. You know, de bogen zijn best wel sterk hierin. Als die gast nu over die brug gaat lopen, hij ziet me nu met een boog staan wat minder is. Nu gaat hij waarschijnlijk niet meer over de brug willen lopen. Oh, en nu doet hij het even snel. Right. Fucking try me. Try me, bro. Try me. Er staat daar een sniper aan de andere kant van de map even te schieten. Ja, yeah, bro. You wanna try? Als hij hem ruikt. Ik denk dat hij daar zo is. Maar als hij hem ruikt, echt 10 punten voor die gast. Nou, hij schiet echt heel erg mis. Kom dan. Dat is oké. Dat is oké. Het is veilig. Het is veilig. Oeh, als hij nou even niet verder een brugje bouwt, dan vliegt hij er. Oh, kijk, daar komt die gast aan. Die gast daar is sneaky ook naar voren aan het bergen. Dat is ook een slimme gast. Een beetje jammer voor hem dat ik hem zie. Als ik hem eraf kan snipen, gaat dat nu gebeuren. Het zou toch mooi zijn geweest als hij daar was.
Ja, shit, jij leeft ook nog. Oh, wat een noob. Archery duel. Oh, oké. Okay. Hij is niet zo geïnteresseerd in een echt archery duel blijkbaar, want hij gaat zichzelf afblokken. Dan niet, hè, man. Niet dat jij wel kan raken of zo. Oké, eentje dan. Eentje. Oké, twee dan. Twee dan. Ik ga nu maar even de golden apple eten. Voor de twee extra hartjes. Oh, en die was nog raak ook. Shit. Oké, shit, hij doet mij best wel veel schade. Oké, dit ga ik niet winnen zo. Fuck, move. Oké, there we go. Oh, wat? Oh, oké. Nou, was good game. Good game. Oké, nu spelen we blijkbaar op exact dezelfde map, maar dat is op zich wel oké. Want, you know, it's cool. Het was toevallig wat er beschikbaar was, dus hey, maakt niet zo uit. Misschien dat we dan dit keer wel er mooi op gaan winnen. Ik denk het niet, daar niet van, maar, you know. Je kan altijd blijven dromen. Nou, dat is helemaal prima. Ik bedoel, we hebben wel een mooi zwaard. En een boog. En drie hele pijlen. Weet je wel niet hoeveel schade je kan... Oh, 9 pijlen zelfs. Ja, het wordt al beter. En we hebben een beetje armor. Dat is ook niet mis. En een golden apple. Dat is ook niet mis. Er is veel niet mis hier. Dus dat is allemaal hartstikke mooi. Ik ga hier daar. Ja, denken jij maar, hè. Fuck off, mate. Fuck off. Doei. Noob. Wat dacht hij wel niet. Oh, dan hebben we ook nog een gast hier. In full diamond armor, natuurlijk. En die gast blijkbaar die kant op aan het gaan. Hij heeft een fishing rod. Ja, kort. Oké. I'll just go over here, dude. Wait, I won't. De snipes. Nee. Oh, dan is dat hij toch wel overleefd, maar goed. Dat maakt niet uit. Daar moet een gast hebben geleefd. Nee, die is helemaal die kant op. Okay. Sure, I'll take a mushroom stew. Kom al de andere mensen hun shit looten. Daar heb ik helemaal niks aan. Moet wel goede shit zijn als ik hier kom looten. Jeez. Wacht, waar is deze gast? Oh, dat was de gast. Dat is de gast die ik vermoord heb. Het is meer de gast daar die het probleem kan zijn. Ja, oké, daar is eentje in iron armor. Die kunnen we dan wel misschien nog aan. Lijkt dat is een beetje ons level, zeg maar. Het is niet zo heel handig om een bocht te maken, volgens mij, maar goed. Want als iemand je dan raakt, dan vlieg je natuurlijk naar achteren. Niet heel veilig dan. Dit, wat zou ik... Met zoveel... Zoveel XP moeten. Snowball, kijk, dat is waar ik naar zocht. Sowieso, knockback is gewoon je sterkste wapen in dit spel. Om iedereen overal afgooien. Like I'm about to do with this guy. Als u nog even een klein stukje door. Oh, die was gewoon de grond aan het schieten, oké. Okay. Dat is wat normale mensen doen in zo'n shit. Hi! Ja, zo kan je je ook gedragen. Zo kan je je ook gedragen. Maar wat je niet door hebt, is dat je aan het afleiden bent. Terwijl er allerlei shit van achter je aan de hand is. Dank u. Free arrows, though. That's nice. There we go. Thanks. Ja, geef me nog maar wat meer pijlen. Terwijl die gast in diamond armor daar achter je... Ja, ik wil nog wel eentje. Oké, die was raak. Maar dat is oké. Oké, die was ook raak, maar dat is nog steeds oké. Oké, nou wordt het te veel. Ah, maar peace.
Thanks, though. Thanks for the arrows, bruh. Oh, and I kill it here. There we go. Ugh. Hoeveel pijlen heb ik nu? Ah, ik heb er nu mooi 10. Een noob. Hebben we gewoon al zijn pijlen zitten geven. Oh, aardig gast. En nu gaat hij nog steeds door met mij proberen neer te schieten, I guess. Nice, nice guy. It's very smart. En ondertussen zijn daar nog wat mensen aan het vechten. Oh, daar loopt er eentje. Think you could not. Mij schieten deze boog niet. Maat. Maat, laat me met rust. Je weet dat je me niet gaat kunnen vermoorden zo gauw. Ik weet niet wat je daar aan denkt dat je aan het doen bent. Oh, zijn die twee daarna... Wacht even. Team, ja. Wat een fucking leugenaar. Prachtig. Ik mag die gast nu al. Oh, die gaat weer naar beneden. Wat ben je nou aan het doen? Jij kan echt niet wekken. This guy. Ik voel me zo omsingeld momenteel. En daar beneden is nog die andere gast. Ja, geef me even pijlen. Ik heb even meer nodig. Niet zo hoog. Kan ik ze niet oppakken? Ja, kom op dan. Geef me pijlen. Doe het. Doe het. Nee, niet in mijn gezicht. Ernaast. Net zoals je daar net deed toen je zo schil aan het schieten was. Kom op. Kom omhoog. Oké, dat was een goede dodge. Goede dodge. Dank u. Piss af. Oké, ik moet wel meer pijlen hebben eigenlijk, dus schiet maar. This guy I like. He's a good guy. Leuk gast. Fuck. Oké, ik had dat gat niet gezien. Goddammit, ik rende recht op hem af en ik viel door het gat heen. Oh, dat was echt heel dom. Kijk dan. Ik moet leren checken voor gaten bij dat soort situaties, want dat was echt heel dom. En ik had hem nog kunnen hebben ook waarschijnlijk. Goddammit. Oké, nou ik ga de video hier maar beëindigen. Dus als jullie de video leuk vonden, vergeet dan natuurlijk niet te abonneren om meer te zien. Op het duimpje omhoog te drukken als je de video leuk vond. En tot de volgende keer. Peace.